Vanmorgen zijn we weer vertrokken vanuit de startscampagne in Middelburg. Waar wij een redelijk rustige nacht hebben gehad. Dan moet ik wel zeggen, het was natuurlijk van zaterdag op zondag en volgens mij was er ergens een feestje in de buurt. En ja, nou ja, dan heb je s'nachts wat lawaai. Vooral voor de mensen die zeg maar vanuit het centrum Middelburg naar de buitenwijken van Middelburg gaan. En, nou ja, die hebben ons vannacht enigszins wakker gehouden. Goed, ik ben daarna gewoon weer ingeslapen hoor. Geen probleem. We zijn vanuit dus Middelburg centrum naar via Brouwersdam zijn we gereden. Waar het vandaag ook weer redelijk druk was met het aantal campers en personenauto's. Van mensen die naar het strand gaan. Nou ja, dat heb je al gezien of dat krijg je nog gezien in het filmpje. En van daaruit zijn we doorgereden naar Goeree Overflakkee. Daar zijn we nu vlakbij Stellenau. Dus zeg maar aan de rand van Stellenau. En er is even een motor hier die zijn gas los trekt. Dat heb je ook, maar het is zondag. Het is heerlijk weer hier vandaag. We zijn namelijk bij een camperplaats bij zee. Ik ben er nog niet achter waar de zee is. Die ligt volgens mij een paar kilometer verderop, maar het heet wel bij zee hier. Het wordt zin in nemen, het is heel slim bedacht trouwens. Bij een parkeer, een camperplaats met zo'n, volgens mij 14 plaatsen. De site zegt volgens mij 15, of tenminste de app zegt 15, maar ik dacht 14. Maar misschien hebben ze een uitwijk, blijkt dat zou kunnen. Het is rustig hier, we staan maar met z'n tweetjes, lekker kalm, in het zonnetje. Camperplaats, oh ja, zal ik nog even vertellen. Alle voorzieningen erbij, wifi, ontzorging. Volgens mij toiletten en douches. Hè. En deze camperplaats heeft ook twee B&B's. En nou ja, dat is wel handig voor mensen die zeggen, nou, wij willen met de camper ergens naartoe naar Zeeland. Of richting Zeeland, want het is eigenlijk al Zuid-Holland hier waar we zitten. En familie zonder camper wil ook graag in de buurt zijn. Nou ja, dat kan hier met zo'n B&B. Morgen gaan we weer verder. Thank you.
dan gisteren Brouwersdam, Stellendam, Kemperplaats Stellendam. Leuke plek trouwens. Zeer netjes. En vrij nieuw. Dat is ook wel eens goed om te vermelden. Zijn we vanmorgen in de regen. Het was vanaf 8:45 een drama. Regen, regen, regen. Dus we zijn gaan rijden. Dat bleek het niet in heel Nederland droog te zijn. Sterker nog, het was in heel Nederland nat. Dus we zijn maar een stukje opgeschoten. En we zijn onderweg camperplaats tegengekomen. In Scherpenzeel. Vlak bij Zeist. Eigenlijk in de middle of nowhere. Bij een boer. Mooie camperplaats. Echt, ziet er perfect uit. Keurig ook alle plekken verhard. Beetje zilveren gras. Gras ziet er keurig uit. Maar ja, verwacht je ook anders van een boer. Je weet hoe dat moet. Nou ja, en hier heb je een stuk of 30 camperplaatsen. Je kunt niet reserveren. Dat vind ik heel goed. Maar je mag wel bellen. Maar ja, het heeft weinig zin. Maar reserveren doet hij niet. En terecht. Maar er zijn altijd uitloopplaatsen. En dat is wel heel fijn. Wat heb je hier bij deze boer? Je hebt een skybox. Normaal gesproken alleen in stadions, maar bij deze boer heb je een skybox. Dan kun je namelijk van bovenuit, vanuit een soort kantine, kun je de koestal zien. En je kunt ook de koestal van beneden zien, maar dan moet je gewoon even naar binnen kijken vanuit de schuur. Je moet even omkijken, want onze hond die is op Jack. James, terug. Dus. We hebben hier inderdaad een plekje en het is lekker rustig. Van de 30 zijn er maar 5. 6, zoiets. Dat is ook wel fijn. Dit is wel een plekje wat heel populair is in de zomer. En dat wordt het verder op het jaar ook wel. Hier staat hier namelijk heerlijk rustig. Geen omgeving. Ja, er komt af en toe een Apache-helikopter voorbij. Maar dat is ook wel weer leuk om te zien, want dan heb ik de verrekijker erbij. Het is een heerlijk boerengebied. En, ik moet even zeggen, een leuk dorpje, stadje. Nou, een stadje is het niet. Een dorp, groot dorp, zeg maar. Scherpenzeel. Alle voorzieningen. Allemaal van die speciaalzaken. Dat is ook wel leuk. Kaasboer, ambachtelijke slager, bakker, noem maar op. Alles is wel aanwezig. Dus ben je hier en je staat een paar dagen en je moet even wat boodschappen doen, prima. Wij zijn even bij de plaatselijke slager, kaasboer en bakker geweest. En daar hebben wij net even van genoten. Dus dit plekje is aan te bevelen. Oh, ik moet nog even zeggen. €15 all inclusive. Heb je eigenlijk alles bij. Geen douche. Wel toilet mag je eventueel gebruik van maken. En natuurlijk alle ontzorgingstoestanden zijn aanwezig. Dus nou ja, we hebben één wifi. Weet het niet. En op de plek stroompaal, vlakbij. Voor sommigen heel belangrijk, dus ik meld er maar één. Dus het is een plekje waar wij wel vaker gaan komen, denk ik.
We zijn weer eens een keertje in het historisch stadje Hasselt. Hasselt in Overijssel, vlakbij de IJsselmeer, de polder. Hansestadje, vroegere handelsstad dus Hasselt, heb je een supercamperplaats. Alles erop en eraan. Een leuk stadje, sowieso, met winkeltjes en eetgelegenheden. Historisch stadje, uiteraard. En je ziet hier de camperplaats. We zijn hier in de tweede helft van oktober. Heerlijk weertje erbij. Lekker naast de camper. Drankje erbij. En genieten van de omgeving. En vergeet vooral niet alle voorzieningen op de camperplaats. Je hebt hier alles. Douche, toilet, wifi, stroom. Alles is inclusief. En je kunt ontzorgen en bijvullen. Alles bij de prijzen. Nou, wat wil je nog meer? Werkt heel mooi, handig. Je pakt een bonnetje bij de slagboom. De slagboom gaat automatisch open. Op het moment dat je vertrekt, scan je hem even in. Je betaalt. Je betaalt met de pin. En je kunt weer door de slagboom weg. Je kan er waar doen. Super plek hier. En we staan nog aan het water ook. Waar wil je dan mee?